Het einde van het jaar is voor veel gezinnen het moment om hun zorgverzekering onder de loep te nemen. Want welke kosten staan er op stapel en in hoeverre verandert je verzekering? Zo ook voor Roel, ondernemer en vader van Valentijn, Pepijn en de kleine Sophia. Het gezin is verzekerd bij Ora, maar is dit voor het komende jaar nog steeds de meest passende zorgverzekering? Roel staat graag in de keuken en is fanatiek voetballer. Maar hij is iets te fanatiek geweest en heeft nu een blessure aan zijn kuit. Roel, je hebt een kuitblessure. In dat geval is het belangrijk om een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten. Aandachtspunt daarbij is om iets minder sessies te verzekeren dan je nodig hebt, omdat je anders snel te veel betaalt. Was je dat van plan om je verzekering aan te passen dit jaar? Nou, eigenlijk laat ik hem elk jaar doorlopen. Maar ja, het is ook wel een hoop gedoe. Maar misschien dit jaar dat ik daar wel eens naar wil kijken. Ik raad dan aan om de zorgvergelijker van de Consumentenbond te gebruiken. Je kunt je eigen zorgbehoeftes invoeren. En op basis van jouw wensen wordt dan een advies gegeven voor de best passende zorgverzekering. En de kans is groot dat je dan ook echt nog een goede besparing kunt maken. Ik zag dat je een standaard eigen risico van €385 hebt. Ik weet niet hoeveel zorgkosten je per jaar maakt, maar het kan verstandig zijn om dat te verhogen naar bijvoorbeeld €885. Je kunt daarmee een premiekorting van ongeveer €240 per jaar krijgen, wisselt een beetje per verzekeraar. En het blijkt uit onderzoek dat maar 50% van de consumenten zijn standaard eigen risico opmaakt. Als dat dus niet het geval is bij jou, kan het een tip zijn om het te verhogen. Wel even opletten, want je moet het bedrag wel in één keer kunnen ophoesten mocht er wel iets gebeuren. Dat weet je. Oké, begrijp ik. Ja. Niet alleen de hoogte van je eigen risico is iets om over na te denken. Ook is goed om te bedenken of je wel of niet een volledig vrije zorgkeuze wilt. Ja, ik vind het belangrijk dat het natuurlijk een goed ziekenhuis is en dat het in de buurt is. Voor de rest maakt het me niet zoveel uit. Als je een restitutiepolis kiest, dan heb je volledig vrije zorgkeuze. Daar betaal je vaak wel een flinke premie voor. Naturapolis is vaak iets goedkoper. Dan moet je wel van tevoren checken of de favoriete ziekenhuizen of de zorgverleners waar je altijd gebruik van maakt, gecontracteerd zijn. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis mee verzekerd op de polis van vader of moeder. Het is dus handig dat de kinderen worden bijgeschreven bij de ouder met de meest uitgebreide dekking. Ik zie dat Valentijn een bril draagt. Bij de Consumentenbond raden we af om een aanvullende verzekering speciaal voor een bril af te sluiten. De reden daarvoor is dat de premie niet opweegt tegen de vergoeding. Wat je vaak ziet is dat ze bijvoorbeeld maar één keer in de twee jaar de bril vergoeden. Of dat er een hele lage vergoeding wordt geboden. Of dat er zelfs een wachttijd geldt. Oké, dan doen we dat niet. Nee. Valentijn wordt volgend jaar ook 18. Ja, begin juni. Dan is het belangrijk dat hij een eigen zorgverzekering gaat afsluiten, uiterlijk per 1 juli van 2018. Anders kan hij een boete krijgen. En een andere tip is om gelijk ook goed te letten op de zorgtoeslag, want hij heeft daar recht op. Voor Sophia hoef je eigenlijk niks speciaal te regelen. Ik heb wel nog een tip voor de moeder, want hoogstwaarschijnlijk heeft ze aanvullende verzekering afgesloten voor de bevalling en de kraamtijd. En die moet ze niet vergeten weer op te zeggen voor eind van dit jaar. Oké, bedankt voor je tips. Ik ga het meteen invullen. Kijk ook welke zorgverzekering het beste bij je past en ga naar de zorgvergelijker van de Consumentenbond. Deze is ook toegankelijk als je niet lid bent.